Hartelijk welkom bij de volgende video in onze serie Lightburn in Depth, tips en tricks, deel 7. Dit wordt ook voor mij een moeilijke video over een thema waar ik niet alles van weet, zullen we straks merken. Er is zeker één functie waarbij ik nog steeds niet weet wat die nou doet. Desalniettemin is het genoeg informatie om een goede video over te maken. Waar we het over gaan hebben is het bewerken van nodes. Elke vorm die je maakt bestaat uit punten die dan wel hoekpunten zijn, dan wel vloeiende punten zijn. Laten we voor de grap even een voorbeeld nemen. Laten we om te beginnen twee vormen pakken, een rechthoek of vierkant hoe je wilt. En een cirkeltje of een ovaal, hoe je wilt, want dat maakt me niet zoveel uit of het cirkels of ovalen zijn. We hebben hier, als we zo'n cirkel of zo'n rechthoek selecteren, een knop om nodes te bewerken. Er staat Edit Nodes, Control, en dan staat er een tekentje dat hoort bij de Apple Mac. En als je dat dan zou aanklikken, dan zou je eigenlijk dat moeten kunnen bewerken. Maar je ziet dat er eigenlijk niks verandert aan het object. En dat heeft te maken met het feit dat dit gewoon een vorm is en eigenlijk nog niet bewerkbaar is door een node. Het eerste wat we zullen moeten doen bij zo'n simpele vorm, bij een rechthoek of een cirkel, is rechtsklikken en hem dan converteren naar een traject. Dat zal ik gelijk ook even met vierkant doen, want ook daar is dat nodig. En als ik dan diezelfde cirkel ga selecteren, of ovaal, wat het ook zij, en ik ga dan naar deze knop hier, die vijfde van boven, een beetje rare vormen, die Edit Nodes, dan zie je dat er vormen komen te staan. Ik ga daar even op inzoomen, we zien dat we een aantal vormen hebben. We hebben eigenlijk 1, 2, 3, 4 punten, en omdat deze 4 punten als een vloeiende lijn zijn gemaakt, daardoor zien we een cirkel. Hoe weet je nou dat het een vloeiende lijn is? Dat heeft te maken met deze blauwe lijn hier, met die twee punten. Als je namelijk die lijn beweegt, dan zie je dat ook de onderste lijn mee beweegt. En dat je daarmee de vorm kunt manipuleren. Zie je dat? Dat is om te beginnen alvast even belangrijk om te weten dat als die twee lijnen aan elkaar zitten, dat je dan vloeiende vormen krijgt. Terwijl als ik deze stip hier, en dat zal ik zo meteen nog een keer op een andere manier laten zien hoor, met het commando C bewerk, dan zou als het goed is, één van die twee lijnen maar moeten bewegen. Zie je dat? Dat nu niet beide blauwe lijnen bewegen, maar er maar één. En dat betekent dat die onderste vloeiend blijft en die bovenste als het ware gehoekt is, zeg maar. Ik kan dat weer ongedaan maken door daar nu een S van te maken, een smooth lijn, oftewel een vloeibare lijn. En dan zien we dat het weer aan elkaar zit. Dat is dus één ding waar je mee te maken hebt. Voordat je zo'n ding kunt bewerken, zodat je zo'n vorm kunt bewerken, moet je het maken tot een traject. Of, als het dat al is, want ook dat bestaat natuurlijk, en dat ga ik even laten zien. Ik ga even een cartoonfiguur binnenhalen. Alvin de Chipmunk, daar is die. En Alvin is eigenlijk een figuur dat bestaat uit meerdere objecten. Dus als je daarop gaat inzoomen, dat zullen we even doen gelijk. En dan zien we allerlei verschillende dingen. Cirkeltjes en vormpjes en wat dan ook. Als ik nu die nodes erop zou willen toepassen, zie je, ik heb die knop nu ingedrukt, maar er gebeurt eigenlijk niks. Die lijn blijft hetzelfde. Wat ik moet doen bij Alvin is hem eerst ungroepen. Ja, dus bij een enkele vorm moet ik het eerst converteren naar een traject. En als het al een bestaande tekening is, dan moet ik hem eerst ungroepen. En als ik dat nou doe, dan kan ik bijvoorbeeld hier die buitenlijn, deze hier, die kan ik in één keer met nodes gaan bewerken. Want die nodes zie je dus verschijnen. Ja? Oké. Dus, dat is het eerste. Om te weten dat als je dat wilt kunnen doen, want ik heb in het begin enorm moeten stoeien voordat ik dat werkbaar had. Het heeft dus te maken met enkele vormen die eerst naar een traject moeten worden geconverteerd. Of een complexe vorm die eerst geungroept moet worden voordat ik iets kan gaan doen. Nou, laten we even gaan inzoomen op Alvin. En laten we even zien dat we een bepaald stuk van Alvin voor de neus krijgen. Oh, wacht, deze knop moet ik hebben. Zo.
Weer even selecteren. Weer even die nodenknop. En dan zien we hier allerlei vormen. Welke mogelijkheden hebben we nu? Als we op dat nodenknopje gaan staan aan de linkerkant, zien we dat er een pop-upje verschijnt. En dat pop-upje geeft ons iets van 9 verschillende mogelijkheden. De eerste is de S. De smooth. Oftewel het vloeibaar maken van punten of lijnen. Ja. Even kijken, hoe werkt dat? Nou, het eerste, we hebben net al gezien dat het te maken heeft met zo'n lijn. En daar ga ik even op inzoomen. Met 2 van die streepjes eraan, dat hebben we al gezien. Stel, ik wil deze lijn hier smooth maken. Dan gebeurt er dus nu niets. Zie je dat? Oké. Als ik dit punt smooth wil maken. Ah, kijk, dan zien we dat er dus iets verandert. En dan kan ik dus hier die lijn gaan lopen veranderen. Dus als ik op de node ga staan en ik druk op smooth, dan kan ik dat gebruiken. En hetzelfde eigenlijk voor op de lijn. Als ik dus op de lijn ga staan, en ik ga even hier op de lijn staan, hier heb ik niks met die lijntjes, hè, hier, want het blauwe lijntje van deze, het is dit blauwe lijntje, zit hier. Dat blauwe lijntje zit daar, zal ik ook even uit de weg bewegen. Even kijken wat er gebeurt als ik hier nu smooth van maak. Dan kan ik ook dat bewegen. Zie je dat? Oké, dus dat is punten vloeiend maken. Dan kun je vervolgens lijnen recht gaan maken. Oké, dat doen we door op de lijn te gaan staan en dan de L-toets in te drukken. We zagen dat gebeuren. Ik ga het nog een keer laten zien. Als ik op die lijn ga staan, ik moet er wel echt op gaan staan en ik druk de L in, maakt die daar een rechte lijn van. Ook een optie waar je dus mee kunt werken. Nou, dan hebben we de functie die we net al gezien hadden. Weet je nog dat ik zei van als die smooth was dan. Oh, wacht even, wil even goed doen. Dan zaten deze twee punten, dus die twee buitenste, zaten aan elkaar vast, waardoor zeg maar de hele lijn als het ware, zowel boven als onder van het punt, een vloeiende beweging maakt. Als ik nu op de node ga staan, want dit zijn natuurlijk niet die nodes, die twee buitenpunten. De node is het binnenpunt. En als ik die nou verander naar de curve toe, dan zullen we zien dat als ik die bovenste beweeg, dat alleen die bovenste probeert een vloeibare lijn te maken en die onderste niet. Ja? En omgedraaid natuurlijk hetzelfde. Bovenste niet, onderste wel. En om dat dan weer aan elkaar te hangen, pak ik weer die node, zet hem weer op C van curve. En nu... ik zet niet C van curve, dan maak ik een fout. Ik moet S zijn van smooth. En nu zitten die twee lijnen weer aan elkaar vast, zoals je ziet. En wordt die boven en onder tegelijk bewerkt. Oké. Nu komen eigenlijk de belangrijkste functies. Degene die je het vaakste zult gebruiken. Heel mooi voorbeeld hebben we eigenlijk hier in deze tekening zitten. Ik ga heel even het scherm bewegen. Want als we goed kijken, zien we hier dat deze lijn... raakt die andere lijn. En dat kan met name een probleem gaan vormen wanneer je de vulfunctie wil gaan gebruiken. Ik heb dit wel eens gehad dat ik een vorm getraceerd had en dat ik dan foutmeldingen krijg over dat de vormen niet gesloten zijn en dat het daarom niet werkt. Nou, wat doen we dan? Dus ik ga die vorm selecteren. Dat is dan dus die middenvorm, deze. Ik pak die node-button. En dan hebben we vervolgens de optie D van delete node of lijn. Dus als ik nu dit punt hier ga staan en ik pak de D-button, voilà, wordt die verwijderd. Misschien is dat wel niet wat ik wilde, want ik ga er eentje laten zien, die staat helemaal niet in dat lijstje. Je kunt namelijk zo'n node gewoon oppakken en verslepen. Dus muisknop ingedrukt houden en verslepen. Zie je dat? Dat kan gewoon. Het enige is, hij heeft de neiging vast te klikken. Nou, dat kan je weer voorkomen door de controlknop ingedrukt te houden. Dus als je de controlknop ingedrukt houdt en dan de muisknop, dan heb ik de volledige controle zonder dat hij probeert ergens op vast te klikken. Ja? Oké, dus de controlknop die aangegeven staat, want je ziet daarboven staan control, die heeft niet zo heel veel functie. Die functie is veel meer om zaken nog net iets vloeiender te laten verlopen. Natuurlijk kun je ook punten invoegen. Stel, ik wil hier op dit stukje lijn hier een extra punt invoegen. Dan zet ik mijn muis op die lijn en ik druk op I.
En voilà, ik heb een nieuw punt. Ja? Dus ook punten invoegen is mogelijk. En dat is bijzonder interessant, want je kunt hele bijzondere dingen doen. Laten we eventjes de advocaat van de duivel spelen. We gaan even uitzoomen, want we hadden, weet je nog, die cirkel en dat vierkant. Laten we even de cirkel selecteren. Zo. En we gaan daarop inzoomen. We kunnen namelijk met het deleten van punten wat we juist gezien hebben, de D-button, daar kon ik op gaan staan en dan met D kan ik een punt deleten. Je kunt ook stukken van een lijn deleten. Dus als ik nou op de lijn ga staan en ik druk dan op delete, haalt hij die lijn weg en dan is die lijn dus niet meer gesloten, maar hij is open. Ja? Wat nou als ik een lijn hier tussen wil tekenen? Dan pak ik dus de knop voor mijn lijn te tekenen, dat is gewoon een standaard knop. Ik teken een lijn, ik maak hem bewust niet dicht en niet goed, dat doe ik expres. Ik druk escape zodat ik er vanaf ben, zo. Nu klik ik die lijn aan. Moet hem wel goed doen natuurlijk, ik moet de selectieknop hebben, sorry. Klik de lijn aan. En nu pak ik weer de nodeknop. Zou dat werken? Ik denk het niet, hè, want ja, toch wel in dit geval. En dat heeft dan dus te maken dat we zeg maar aan het tekenen zijn, terwijl we eigenlijk al met die nodes een beetje bezig zijn. Nou, wat we nu kunnen doen, we kunnen namelijk simpelweg zo'n punt oppakken. En hij snapt vanzelf aan die lijn vast. En je ziet ook dat hij daar nu dus één complete vorm van gemaakt heeft. En dan kan ik hier ook. Voilà. En zo kunnen we dan dus ook die zaak makkelijker maken en beter maken. En dus ook die twee lijnen aan elkaar koppelen. Dus je kunt open vormen sluiten door een lijntje tussen twee open vormen te tekenen. Zeker als het een hele vrij simpele tekening is, zeg maar, dan kan je redelijk goed daarmee uit de voeten. Ja, zo kan je dus ook punten samenvoegen. Laten we eens even naar die andere figuur gaan die daarnaast stond. Daarnaast hadden we dat rechthoekje staan. En die hadden we al geconverteerd naar een traject. Dus ik selecteer hem alleen. En we zien nu, als ik nu op die nodes ga staan, dat zijn eigenlijk maar twee nodes, dat zijn de twee buitenpunten. Wat nu als ik hier ergens op die lijn ga staan, ik ga bewust een beetje naar rechts staan, ik druk op M. Op dat moment zal die een node maken, precies in het midden tussen de twee punten waarin ik dat hier gedaan heb. Als ik nu hier ga staan en ik doe het nog een keer, maakt hij een node aan hier tussenin. En zo kan jij dus ook nodes toevoegen op het midden van een lijn. Ja? Dus je kunt met Insert gewoon nodes toevoegen en met M een node toevoegen aan het middenpunt van de lijn. Ja, maar wat nou als ik die lijn gebroken wens te hebben? Nou, wat je dan doet, dan ga je op een punt staan en je drukt op de B-button. En je denkt, er gebeurt toch niks? Nou, als ik hem nu ga verslepen, zie je dat die lijn gebroken is. Zie je dat? En zo kan je dus steeds maar door met zaken veranderen, zeg maar. Ik ga even weer sluiten. Zo, nu is het weer één vorm. Nu ga ik de functie een lijn verlengen gebruiken. Dus wat ik nu ga doen, ik ga een nieuwe lijn tekenen. Huppakee, van hier. Even kijken, ja, van hier. Tot daar. Ik doe gelijk escape, want ik wil verder die lijn niet hebben. Ik selecteer die lijn en ik pak weer de node editing situatie. Ik wil eigenlijk dat deze lijn aan de zijkanten vast komt zitten, zodat hij zeg maar dat blok gaat verdelen. Dus wat ga ik doen? Ik ga daar op die groene rechter staan en ik doe de E van extend lijn en je ziet dat hij naar de volgende lijn aan de rechterkant springt. En aan de andere zijde, hetzelfde verhaal. En voilà, hij heeft de vorm nu gesloten. Er is één functie in dit hele verhaal die buiten beschouwing blijft. En als we goed kijken zien we dat er bijna onderaan de T van trimlijn staan. Ik heb geprobeerd dit te doen op allerlei manieren en ik heb geen idee hoe deze functie werkt. Hij wordt ook niet goed uitgelegd binnen de handleiding van Lightburn. Maar trimline zou dus moeten betekenen dat hij eigenlijk die lijn kleiner zou moeten maken. Dus als je een heleboel punten op die lijn hebt staan, laten we dan maar zo'n boel opplaatsen, even voor de grap. Even kijken. Ik wil even goed doen.
En eerst even selecteren. Dat is goed. Zo. Nou, dat kan niet eens, hè? Zie je dat? Dat ik kan eigenlijk al niets meer echt aan de lijn. Ah, jawel. Ik kan wel wat aan de lijn toevoegen, maar het is heel moeizaam. Oké. Okay. Nou, ik heb een aantal punten aan de lijn toegevoegd. Dan zou je dus verwachten dat die trimlijn zou betekenen dat als ik nou hierop ga staan en ik doe die T, dat hij dan dit stukje aan de linkerkant weghaalt. Maar dat doet hij dus niet. Ik weet niet of dat een fout is in het programma. Ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon meer mijn kunde van deze werkwijze is. Deze functies die ik hier heb laten zien, dat zijn hele sterke en stevige functies. En je gaat ze hoe dan ook een keer nodig hebben. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Ik heb dat zelf ervaren. Met dat ik in situaties kwam waarin ik zeg maar, ja dat zei ik al, dat ik een afbeelding had. Iets wat ik zelf getraceerd had. En dat ik simpelweg niet in staat was om hier een vul van te maken. Omdat er nu eenmaal bepaalde objecten niet goed gesloten waren en dat soort dingen meer. Ja. Nou, in dit geval is dat wel zo. Dat zie je aan de verandering. Maar op dat moment zul je dus moeten gaan bewerken. Dat is hoe je het ook went of keert. Je zult op dat moment moeten gaan bewerken van je vormen. Nou, en hoe doe je dat dan? Stel dat je, want hier zie je dat deze vorm is wel gesloten. Hè? Maar stel je wilt het echt een ronde vorm laten zijn. Ja, nou, dan gebruik je dus die functies die we zojuist gehad hebben. Dan ga ik zeg maar zeggen, oké. Ik ga om te beginnen de lijn breken. Dan ga ik misschien wel dit punt weghalen. Zo. Deze lijn zou gebroken moeten zijn. Nou, dat is die inderdaad. Deze zou je door hem te gebruiken een beetje kunnen sturen. Aan de andere kant ga je hetzelfde doen. Dus je gaat ook hier weer de lijn breken. Maar dat doen we dan even bij deze hier. Dat was niet de bedoeling natuurlijk. Zo, maar hij is inmiddels gebroken. Ja. Deze ga ik even deleten. Zo, pak deze lijn op. Die gaan we ook weer even recht maken. Vervolgens kan ik eventueel hem gelijk hier aan vastmaken. Is nog niet helemaal goed, hè? Maar kan hier punten invoegen. Waardoor ik hem weer naar beneden kan trekken. Zie je dat? En datzelfde kan ik ook met die buitenlijn doen. Want dat is nu natuurlijk een aparte lijn. Dus ik moet nu even die buitenlijn selecteren. Zo. Daar de nodes op toepassen. Ook die kan ik dan gaan sturen. Even wat naar beneden trekken. En in dit geval zou je ervoor kunnen kiezen om er een lijntje tussen te tekenen. Van hier naar daar. Ook naar daar. Zo. Gaan we weer even selecteren. En gelijktijdig ook deze selecteren eigenlijk. Laten we maar zo doen, dat is makkelijker. En misschien ook even inzoomen. Ook wel handig, zodat we zien wat we aan het doen zijn. We pakken weer die node editing tool. Die kant. En die kant. En als ik nu ga uitzoomen, dan zien we dat we die vorm hebben veranderd in nu op een hele andere manier een gesloten lijn. Goed, ik zeg er meteen bij. Deze functies in dit programma zijn best functies waarbij je een poosje zult moeten gaan stoeien. Dat heb ik ook moeten doen. En ik zei al, een van die functies heb ik nog helemaal niet onder controle. Dat is die trimlijn. Maar het helpt enorm om hier eens af en toe mee aan de gang te gaan. Want je zult in situaties terechtkomen waar je dat nodig hebt. Ik zeg er gelijk bij, als je zo'n vorm hebt zoals die Alvin hier, dan is als dit niet helemaal keurig rond is, joh, dat merk je in het totaal helemaal niet. Want je moet je voorstellen dat je uiteindelijk dit hier gaat laseren. Ja? Nou, dit is ook niet echt super heftig. Ja? Dus je gaat een heel klein beetje krommings mis, wat niet helemaal goed gekromd is, ga je helemaal niet zien in de afbeelding. Maar goed, als je dusdanig secuur wilt werken dat je dat wilt, dan kan dat natuurlijk. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Dat je er veel plezier mee gaat hebben. En ik wens je alvast tot een volgende keer. Dag.